Het idee voor deze tekst kreeg ik in de 70's. In de 80's dit stukje opgetekend in 2018 laten voordragen door iemand die anoniem wil blijven. De hoofdrolspeler in dit stukje heb ik dus voor het gemak José genoemd, omdat dit rijmde op ga je mee en dus niet omdat de voordraagster zo heet of zou heten, slash zou heten. Dit is slash een gedeelte van mijn ideetje uit de 70's. Luister aandachtig en word vervolgd. Komt-ie. Mijn eerste keer. Jeetje, ik had een afspraak. Een afspraak met hem. O jee, hoe zal dat nou gaan? Ik kwam binnen en ik mocht gaan zitten. Ik zag een hoop mensen naast mij zitten wachten. En daar kwam hij. Hij zei, José, kom maar met me mee. Nu mocht ik met hem mee. Hij zei, o José, ga hier maar lekker liggen. Echt liggen was het niet. Het was meer aangenaam in een stoel liggen. Daar begon hij. Oh! Ik hoorde allerlei heftige geluiden. En ik keek naar hem. En hij keek naar mij. Ja, echt waar. Echt waar. We keken in elkaars ogen. En hier stopt de opname. Helaas, het was haar eerste keer bij de tandarts en de laatste keer. Ze is niet meer. Rip José. Haar eerste keer bij de tandarts en haar laatste keer. Nee, ze wilde niet weer. Ze heeft het niet overleefd, de behandeling. Schande. Wat een tandarts. Wat een behandeling. Wat heeft ze doorgemaakt? Arme José. Ze heette geen eens José. Stop daar nou eens mee. Oké. Arm meisje. Wil je een ijsje? Oh, kan niet. Je bent al koud. Het is maar waar je van houdt. Ik heb deze clip ook gepubliceerd. Voor de eerste keer was dat op 21 januari 2018 op het kanaal youtube.com/pina. En dat schrijf je P-I-N-A-A-A-H. En dat is en de username is met een uitroepteken achter Pina, zo geschreven als in de browsernaam. Maar in de browsernaam ontbreekt dan, zoals wel in de username staat, niet in de browseradres, het browseradres, de uitroepteken. Dus Pina met een uitroepteken, met drie A's en een H is de username. En het adres wat in de browser moet voor dit kanaal, zie je hier in beeld als tweede kanaal onder al mijn YouTube-kanalen. En mijn eerste keer, haar eerste keer, was ook haar laatste keer. Nee, ik zie haar niet weer, nooit meer. Helaas, het lot is de baas.